Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. En vandaag werd ik geleid om eigenlijk nog eens te spreken over het boek dat ik geschreven heb. En het boek, voor degenen die dat niet weten of kennen, heet 96 Vlammen, manifesteer liefde en leven via eigen essentie. En eigenlijk is het wel zo eenvoudig, want tenslotte zijn we allemaal verbonden met elkaar. En kan je eigenlijk liefde aantrekken door liefde in jezelf te bewerkstelligen. Nu, natuurlijk gaat dat niet zomaar van de ene dag op de andere dag. En gaat het meestal over obstakels en over uitdagingen op weg naar die eenheid, naar die liefde, naar wat dan ook. Nu, toen ik in de douche stond, dan kreeg ik eigenlijk door dat ik vandaag een stukje mocht delen uit mijn boek. Dus eigenlijk een stuk waarin ik beschreven heb hoe dat ik mij op dat moment, het moment dat ik dat toen aan het schrijven was, hoe dat ik mij toen dat gevoelde. En misschien dat de meesten die het boek al gelezen hebben ook niet echt goed weten of niet echt goed door hadden dat dat ook echt over mezelf ging. Maar ik wil het met jou delen om te tonen dat het voor mij ook lastig was. Omdat er ook uitdagingen en pijnen op mijn pad gekomen zijn. Maar weet dat de ruwste diamant geslepen wordt onder druk. En dus al de obstakels dat we tegenaan lopen, al de problemen dat we tegenaan lopen, die zijn er om ons nog krachtiger te maken. Om ons nog meer in onze kracht te zetten. Dus als je het niet erg vindt, dan zou ik graag een stukje voor je voorlezen. Voor degenen die het boek al hebben, het is het stuk op pagina 43. Dus als je wil, kan je zelfs meevolgen. Ik ga eventjes mijn telefoon neerzetten. Het is niet de beste setup, maar daar gaat het nu op dit moment niet over. Maar dus het stukje ging over uitdagingen en pijnen. Hier had hij. Het was 3 dagen voor kerstmis, maar het voelde alles behalve als kerstmis. Het liefste drukte ze op de doorspoelknop van de afstandsbediening van haar leven, zodat de tijd sneller kon doen gaan. Het liefste zelfs enkele maanden overslaan. De afgelopen maanden hadden zoveel van haar energie gevraagd dat die laatste loodjes echt wel zwaar wogen. Ze wist niet waarheen, wanneer, hoe. Zoveel vragen die door haar hoofd bleven spoken. Op geen enkele vraag wist ze nu al een helder antwoord. Je moet wachten. Je moet geduld hebben, klonk het telkens door haar hoofd. Ze wist dat het niet haar woorden waren, maar die van haar spirituele team. Zij hebben haar geleid tot waar ze vandaag staat. En toch voelde ze zich alleen, eenzaam en verlaten. Ze hield het niet langer vol. Het leek alsof iedereen zoveel energie van haar vroeg. Terwijl het enige wat ze werkelijk wou, was gelukkig zijn. En wellicht even alleen op de wereld, of zelfs helemaal niet meer op deze wereld. Het was genoeg geweest. Gelukkig zijn, dat wou ze. Niet zoals de meeste mensen het zouden beschrijven, maar zoals ze wist dat het mogelijk was. Ze beleefde het eerder al eens. In een droom, of was dat geen droom? Zou het een vorig leven geweest zijn? Nee, dat kon niet. Wie zou dat ooit geloven als ze daarmee kwam aanzetten? En toch. Het bleef door haar hoofd spoken. Wie was het dan? Waar kwam dat vandaan? Hoe kwam het dat ze pijn voelde? En vanwaar de blijvende zoektocht naar iets waarvan ze niet wist dat ze het verloren was? Het had haar jaren gekost om tot dat bewustzijn te komen. Wanneer was het begonnen? Ging het over jaren die aan haar voorbij gegaan zijn terwijl ze zichzelf voorbij liep? Of was er zoveel meer dan wat ze dacht dat er was? Wie kon haar het antwoord geven? Wat zocht ze dan, of hoe komt het dat ze het nooit eerder gevonden had? Wat betekende al deze chaos en verwarring? Zoveel vragen en geen antwoord. Waar ze normaal gesproken snel het antwoord kreeg van haar gidsen en heilig beschermengel, was het nu alsof ze doof was geworden. Ze leefde in een leegte waar ze niets kon horen, voelen, zien of te weten kon komen dat haar verder zou brengen richting een antwoord op haar vragen. Daar zat ze, in de leegte met enkel zichzelf. Ze voelde enkel eenzaamheid, verlatenheid en verdriet. Welke les keek ze nu weer aan? Wat mocht nu weer geheeld worden? Want eerlijk, ze had het een beetje gehad met al dat helen en transformeren. Was het dan nooit genoeg of lag dit aan zichzelf?
Wellicht was hij weer te streng en pushte zichzelf tot het uiterste omdat er geduld op was. Leren wachten, dat zou wellicht de les zijn. Laat me je vertellen, dat was echt niet haar favoriet. Eenmaal een keuze gemaakt, wou ze gaan, stappen zetten, vooruit gaan zien, resultaten boeken, transformeren en groeien. Toen ze ooit intekende op deze reis, had ze nooit kunnen weten hoe eenzaam, lastig en vermoeiend deze reis zou worden. Enkel het vooruitzicht van wat er op haar pad zou komen, hield haar op de been. Wellicht had ze het allang opgegeven. Of niet? Ik weet het allemaal niet meer, zei ze tegen zichzelf. Op zulke momenten wist ze dat het even genoeg was geweest. Ze rolde haar yogamat op, ze nam een lange warme douche, waarbij ze alle onzekerheden, vragen en zorgen mee liet stromen met het water. En nadien liet ze zichzelf in haar lekkere warme pyjama hijsen en ging naar bed. Ze was klaar met deze dag. Morgen weer een nieuwe kans, zei ze opheppend tegen zichzelf. Wellicht was het weer zo'n dieptepunt en zou ze morgen alles weer helder zien. Tenminste, daar hoopte ze op. Met die gedachte van haar vurigste wens viel ze in slaap, dromend van wat ooit zou komen, maar dat wist ze toen nog niet. Waarom, of de grootste reden waarom ik dit stuk wou delen met jullie, of waarom ik tot dit stuk geleid werd om te delen, is om te tonen dat er echt wel een licht is aan het einde van de tunnel. Dat er altijd regen... Nee, zonneschijn. Ik keek naar buiten en het regent is erom. Dat er altijd zonneschijn naar regen komt. Dat er altijd na een nacht weer licht wordt. En dat is eigenlijk die natuurlijke flow van het leven. Er zijn momenten... Ik zei het over laatst tegen de leden van mijn mastermindgroep. Er zijn momenten waarop dat heel nat is en er zijn momenten waarop dat heel droog is. Maar dat geldt op elk vlak van ons leven. Dus niet alleen over financiën, niet alleen in relaties, niet alleen in het goed voelen, niet alleen in je onderneming of op je werk. Nee, echt over alles. Maar eens dat je begrepen hebt hoe dat je met die dagelijkse kommer en kwaal kan omgaan en hoe dat je die eigenlijk ook weer kan loslaten, zodanig dat je er zelf voor kan kiezen om jezelf eruit te trekken en weer gaan positief te denken over een situatie. Maar je hebt altijd de keuze over hoe dat je kijkt naar de situatie. En de laatste maanden, ik heb dat in de vorige video's ook al gezegd, de laatste weken is de energie op aarde heel hard aan het verhogen, waardoor dat de heel hard duidelijk is wie dat er nog veel te veel vasthoudt aan die 3D-realiteit en dus aan de illusies van die wereld. En mensen die al stap voor stap, voet voor voetje, de een al wat meer dan de andere, in die hogere energieën aan het leven zijn. En dan daarom wil ik jou aanbieden, wil ik jou weer op weg helpen in het traject zelfrealisatie vanuit een hartgedraan bewustzijn. Het is een spiritueel groeitraject, een soort van mentorship, waarbij dan we eigenlijk samenwerken aan jouw healing, aan jouw bewustzijnsverruiming. Waarin dat je leert omgaan met die uitdagingen op het pad naar eenheid. Waar ik jou kan leren hoe dat ik het gedaan heb. Welke inzichten dat ik gekregen heb. Hoe dat ik mijn trauma's, mijn diepste emoties, mijn diepste wonden heb geheeld. In mijn pad, in mijn reis als tweelingvlam. Maar ook vooraf, ook voordien, voordat mijn tweelingvlam in mijn leven gekomen is. Hoe dat ik dan problemen en obstakels aangenomen heb. Hoe dat de overstap van een ambtenarenjob naar zelfstandig bestaan verlopen is. En hoe dat eigenlijk het vertrouwen en de band en de connectie, de verbinding die ik heb met mijn team, mij de kracht gegeven heeft om te blijven gaan, ondanks het feit dat ik nergens recht op had van uitkeringen of wat dan ook. En ik wilde ook mij niet in het systeem meer gaan inzetten of gaan volledig weer in het systeem gaan kruipen, omdat ik gewoon recht zou hebben op uitkering. Dat ging zo tegen mijn waarden en hoe dat ik voelde dat de dingen mogelijk waren. En dan zie je hoe dat het universum werkt, hoe dat magie echt, hoe krachtig dat is. En dan wil ik ook dat jij dat ervaart, dat zoveel mogelijk mensen dat ervaren en die in hun kracht stappen en empowered worden
En daarom heb ik vorig jaar het drie maanden traject, dus het spiritueel leertraject, één op één begeleiding gedaan. Omdat ik wist dat in die drie maanden één op één contact, dat mensen echt enorme stappen vooruit zetten. Enorme, eigenlijk, ik zou bijna zeggen, moeilijke keuzes maken, maar door het feit dat ze er anders naar kijken, voelen die niet meer zoals als huge, als enorm, als moeilijk aan. Nee, het zijn logische keuzes. Keuzes die ontstaan vanuit hun hart. En dat is hetgeen, omdat niet iedereen klaar is om inderdaad in die één op één echt te gaan werken, is dat groepstraject er ook ontstaan. Dat is ook niet mijn idee. Dus, al de informatie die erin opgenomen is, is gechanneld. En is er eigenlijk gekomen in samenwerking met de opgestegen meesters en de lichtwezens van de eenheid, die ook met die universele vlammen en die 96 vlammen samenwerken. En dus door het traject te volgen, leer je ook hoe dat je eigenlijk jezelf kan gaan healen. Hoe dat jij de universele vlammen kan gaan gebruiken om jouw leven te healen. Om die diepe transformaties doorheen te maken, daar doorheen te gaan. En echt je leven in handen te nemen. En uit het systeem echt te gaan stappen. En ja, het gaat de ene keer wat lastiger dan de andere keer. Dat is hoe dat is. Dat is de flow van het leven. Dat hoort erbij. Maar weet dat net door die drukte, door die manier dat je weer opnieuw door het geboortekanaal duwt. Het is daar dat bepaalde, zelfs bepaalde, als je gewoon een fysieke geboorte kijkt, dat bepaalde spieren verder ontwikkeld worden. Dat bepaalde instincten aangewakkerd of geactiveerd worden. En ook op spiritueel vlak, spirituele groei, spirituele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, is dat ook het geval. Je komt obstakels tegen, je loopt tegen zaken aan, wat je denkt van, hoe komt het nu dat ik dat niet onmiddellijk kan manifesteren? Misschien omdat het niet voor je weggelegd is, misschien omdat er iets beters voor je weggelegd is. Maar je ziet het niet, omdat je maar denkt dat er twee mogelijkheden zijn. Draai je om en zie dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. Dat en zoveel meer zijn dingen dat ik jou doorheen het traject leer. Door met mij samen te werken, door nou met mij samen te werken. En werken met die 96 vlammen zorgt er ook voor dat je blauwdruk eigenlijk weer wakker wordt. Dat je eigenlijk jouw diepste essentie, dus jouw energie, kan gaan verankeren in dit kristallen lichtlichaam, dus in je fysieke lichaam. Dus ik zou zeggen, voel wat het met jou doet als je denkt aan een leven in innerlijke rust, in harmonie, in onvoorwaardelijke liefde. Elke dag weer opnieuw. Want dat is wat je gaat manifesteren door in je kracht te gaan stappen, door voor jezelf nu eindelijk te gaan kiezen en in jezelf te gaan investeren. En dat kan je onder andere door met het traject aan de slag te gaan. Als je erover twijfelt of je weet nog niet goed of je het wel gaat doen, ik ga geen druk zetten. Ik ga ook niet zeggen dat je het zeker nu moet mee gaan volgen. Je moet vooral leren te vertrouwen op je eigen intuïtie. Maar laat angst je niet tegenhouden natuurlijk, dat is één. Maar twee, als je dat wilt, dan raad ik wel aan om zeker nog deze week te starten. En ten laatste op 5 oktober een inlog aan te maken in de ledenomgeving. Omdat je dan eigenlijk perfect mee bent met de verschillende openingen van de nieuwe weken. Als je na 5 oktober inlogt, dan loop je eigenlijk altijd een aantal dagen na op de rest van de groep. En is het iets moeilijker om te volgen. En om eigenlijk echt volledig alles uit het traject te halen. En dat zou jammer zijn. Dus vandaar dat ik nog eventjes dat wil meegeven. Maar kort gezegd, wat is dat traject eigenlijk? Zelfrealisatie via het hart, gedrag, bewustzijn. Het is een spiritueel groeitraject. Het duurt 9 weken. In die zin dat ik 9 weken online ben en betrokken ben in het traject. Dan ga ik eventjes weer weg. En dan in april doen we het nog eens opnieuw. Dat is de bedoeling, zo is het opgezet. Maar wat is het? Het is healing, het is bewustzijnsverruiming, het is hoe je leert omgaan met uitdaging op pad naar je eenheid. Het is eigenlijk een revolutie vanuit liefde. Liefde voor jezelf in eerste instantie, maar het is ook innerlijke kindwerk. Het is trauma healing, het is zuiveren van je lichtlichamen, zelfhealing en uiteindelijk het diepe energiewerk met die universele vlammen, maar die heel moeiteloos gaat. En dat is net hetgeen dat we klaar voor zijn. Kiezen voor een healing die past bij deze tijd. Het moet niet meer lang duren, het moet niet meer lastig zijn. Als het lastig is, dan is het omdat jij daarvoor kiest, omdat jij die overtuiging hebt. Dus laat mij jou helpen, laat mij jou ondersteunen. En dan zie ik je binnenkort in de live sessies van het traject. Dag!